Ja, jongens en meisjes, van harte welkom hier bij het, op het bordes van het Theaterhotel aan het begin van een traditionele Van Pasentocht. En dat is een moeilijk woord, traditioneel, maar dat betekent dat jullie iets doen vandaag wat in deze stad, hier in Almelo, al 85 jaar lang gebeurt. Er zijn hier vaders en moeders en opa's en oma's die dezelfde tocht die jullie gaan maken ook al hebben gemaakt. Prachtige traditie, 85 keer al hier in de stad. Dat je nagaat dat je al 85 jaar lang kinderen op Palmzondag door de stad gaan onder leiding van de Almeloze Harmonie met hun Palmpaasenstok. Ja, dat is fantastisch om daar deelgenoot van te zijn en natuurlijk ontzettend mooi dat we zoiets in Almelo nog hebben. Ja, de gagel is zeldzaam, hè? Is ook een beschermde plant. Op een aantal plekken in de buurt groeit hij nog. Ja, en dat maakt dat hij zo zeldzaam is dat hij niet veel meer gebruikt wordt. Ja, en buxus zit bijna in elke tuin tegenwoordig. Dus de Twentse stok met buxus zien we veel meer. Ja, vrije expressie hoort er ook bij, hè. Het is natuurlijk een feest van tradities, Palmpaasenoptocht. En dan heb je het over buxus en over gagel. Maar je moet kinderen ook de tijd geven en de ruimte geven om met volle fantasie een hele mooie eigentijdse Palmpaasenstok te maken. En dat hebben ze vandaag ook weer laten zien. En die aanmoedigingsprijs, die is gewonnen door de BSO Small Steps.